Voorzitter, het systeem heeft gefaald en het faalt volgens mij nog steeds. Woorden van een ouder van het toeslagenschandaal uit het rapport van de Staatscommissie Rechtsstaat. En ze heeft gelijk. De hersteloperatie faalt in nakomen van haar belofte. Ouders erkenning bieden, financieel en emotioneel herstel bieden voor het onrecht wat hen is aangedaan. En voorzitter, we hebben na de lichte toets en integrale beoordeling 3 herstelroutes. Een VSO-traject waar weinig gebruik van wordt gemaakt. Een CWS-route vanuit wantrouwen functioneert en waarvan de organisatie zelf zegt het moet fundamenteel anders. En de pilot SGH, waar ouders tevreden over zijn en lage uitvoeringskosten kent, maar waar regering en initiatiefnemer tegenover elkaar zijn komen te staan. Voorzitter, er wordt slecht geluisterd naar de Kamer, aangedragen oplossingen en signalen van ouders. En als het iedere keer slechte voorstellen waren, dan zou ik dat begrijpen. Maar na ieder onderzoek beweegt de hersteloperatie naar een richting waar de Kamer, maar verschillende partijen ook, al langer op aandringen. Integraler, de ouders centraal, weg bij de Belastingdienst in een omgeving die voor de ouder prettig is. En de enige oplossing nu is deze beweging versnellen. Dat ga ik vandaag wederom proberen, net als in het vorige debat met 10 voorstellen. En graag hoor ik op elk voorstel een reactie van de staatssecretaris. Allereerst, het feit helaas bij SGH blijkt van grote toegevoegde waarde. Ouders voelen zich echt gehoord. En wij willen dat dit voor iedere route het startpunt gaat worden, behalve als een ouder dit niet wil. Dus na de integrale beoordeling, het feit helaas gecoördineerd door SGH, waarna met de ouder voor de meest passende route wordt gekozen. En vervolgens wordt met het opgestelde feit helaas na een voorstel voor schadevergoeding parallel een plan voor brede ondersteuning door de gemeente gemaakt. De ouder krijgt dus 2 voorstellen die elkaar versterken en daarmee komt ook op dit onderdeel duidelijkheid voor ouders en gemeente. En overigens wil dit niet zeggen dat brede ondersteuning dan pas start. En ook komt er 1 onafhankelijk toezicht op de 3 herstelroutes. Geen slager die zijn eigen vlees keurt, maar dezelfde onafhankelijke bril die bij alle routes meekijkt. En dan, CWS wordt echt los van de Belastingdienst gepositioneerd. Voorzitter, we gaan wat ons betreft geen extra digitale herstelroute inrichten. We kunnen capaciteit 1 keer inzetten, dus laten we alsjeblieft alle energie steken in verbeteren en versnellen in plaats van weer iets ernaast. SGH en ministerie komen binnen 1 week met een gezamenlijke brief over de verschillen van inzicht en compensatie en hoe ze daaruit zijn gekomen, zodat de SGH-route voor het zomerreces van pilot naar reguliere route kan. En er moet ook snel een advies komen hoe om te gaan met de ouders die CWS al hebben doorlopen of in bezwaar zijn op grond van gelijkheid. Het is nou eenmaal een feit dat het aanbod in herstel nu veel ruimer is dan bij aanvang en CWS waarschijnlijk fors gaat veranderen. Voorzitter, SGH is in staat voor minder kosten met hogere tevredenheid sneller te werken. We trekken daar lessen uit voor de totale inrichting van de hersteloperatie. Want laten we eerlijk zijn, de hersteloperatie is een bureaucratisch moloch en voor veel externe bureaus een verdienmodel geworden. 2400 mensen, 9 miljard aan kosten voor zo'n 40.000 gedupeerde ouders. Dat is zo'n €225.000 per ouder, terwijl de gemiddelde uitkering aan een ouder bij lange na geen ton is. En dit perspectief nemen we mee bij de discussie over uitlegbaarheid van herstelbedragen. En voorzitter, er komt een oplossing voor sneller herstel van de zwaarst gedupeerde ouders. Het is voor hen gewoon niet meer vol te houden. Sommigen zijn al vanaf het begin af aan betrokken en er is nog steeds geen herstel geboden. En misschien kan juist het toevoegen van het feit helaas voor iedere ouder helpen hen ook beter te identificeren. Afsluitend. Keer op keer leverde ik de bewijsstukken aan. Ik heb mezelf zo vaak moeten herhalen. De overheid maakte een fout en bestempelde mij als fraudeur. Vervolgens ben ik het die jarenlang bezig is met het rechtzetten van die fout. Dezelfde ouder, ook uit het rapport van de Staatscommissie Rechtsstaat. En weer, voorzitter, heeft ze gelijk. Dank u wel.